Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Volgens een Russisch onderzoeksrapport is er 23 miljard gestolen bij de voorbereiding van de winterspelen in Sochi. 23 miljard op een totaal kostenplaatje van 38 miljard. Toegegeven, 38 miljard is al een behoorlijk overdreven begroting voor een sportfeestje. Voor dat geld verwacht je skipistes van platinum en voor ieder atleet een persoonlijke fysiotherapeut / hoer. Maar als dan ook nog 2/3 van de kosten bestaan uit omkoping en verduistering, dan heb je een hele slechte projectmanager. Ik ben geen expert op het gebied van corruptie, want ik heet geen Jos van Rai. Ik weet wel, als je wat afroomt, doe het niet te opvallend. Een procentje hier, procentje daar. Of je geeft een keer iets weg. Misschien een nieuwe badkamer of een handig verkiezingsbord langs de A73. 2/3 van de kosten, dat is niet langer met je vinger in de snoeppot zitten. Dat is een collectieve verkrachting van een suikerdoos. Dat moet ten koste gaan van de kwaliteit. Straks wil Sven Kamer even inrijden voor de 10 kilometer. Blijkt dat die prachtig spiegelende ijsbaan niet meer is dan een glimmende laag plastic. Omdat een lokale aannemer de ijsmachine heeft doorverkocht aan de allereerste gelateria van Sochi. Staan er langs de kant 30 Russen te likken aan een hoornetje met pistache. Zo, die gaan ook niet snel, die wereldkampioen. 23 miljard, daar moet er toch ergens een alarmbelletje zijn gaan rinkelen? Oké, we hebben het hier over Rusland. Maar bij 6 miljard moet je toch echt even iemand langs gaan sturen om de boeken te controleren. Ja, ik zie dat jullie hier een enorm sportcomplex gebouwd hebben, inclusief indoor en outdoor zwembad. En een state-of-the-art warming-up ruimte met zuurstoftent. Ja, dat klopt. En deze is voor de langlaufers. Ja, en waarom staat deze atletische faciliteit dan op Ibiza? Dat riekt aan alle kanten, maar Poetin kijkt liever naar de positieve dingen. Zo zijn ze in Sochi al maanden bezig met de opslag van sneeuw, om een uitstekende witte laag te kunnen garanderen. Dat is natuurlijk gezien de corruptie geen sneeuw, dat is nep sneeuw. Ergens in de gulag zitten die chicks van Pussy Riot 24 uur per dag, 7 dagen per week confetti te knippen met een perforator. Oké, bitches, dat was de skischans. Even doorbijten nu. We gaan beginnen aan het traject van de biathlon. Maar dat mag de pret niet drukken. In 2014 ontsteekt Vladimir Poetin met een brede glimlach het Olympisch vuur. Met in zijn broek een dikke bobbel. En nee, dat is niet omdat hij blij is dat hij nu eindelijk oog in oog staat met Irene Wüst. Dat is een dikke rol zwart geld. Dus wil je als aannemer deze zomer wat bijverdienen tijdens de bouwvak? Reis naar Rusland. Dan kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen.